FC Os, de mede koploper in het rood en wit tegen Jong AZ met Ricardo van Rijn in de basis. Dit is een goede paas op Levi Garcia. En een uitstekende redding van Xavier Mels. Os dus tot nu toe nog geen wedstrijd verloren. Camachi. Hiest van Baks met de voorzet. Daar Van der Venne. Die scoorde al 3 keer dit seizoen. En nu had hij zijn 4e best kunnen maken. Maar geluk dus voor Olij, de doelman van Jong AZ. Dat sterker en sterker werd in die eerste helft. Jacobs, goede bal. En dan dit, Rijn dus. En geluk voor FC Os. Dat met de nodige moeite Jong AZ van het lijf weet te houden. Maar onder een stevige druk komt te liggen. Van Rijn in de tweede helft. Balbezit even voor Hoedemakers. Van Rijn loopt door. Van Rijn met rechts. En onderweg wordt hij volgens mij nog aangeraakt door de recht. Is het de 1-0 voor Jong AZ. Volkomen terecht, want de Alkmaarders waren beter en beter dan Os. En hier Van Rijn in de korte hoek. Dan is doelman Maus geslagen. Bijna een uur gespeeld met weer Ricardo van Rijn. En een goede redding van Maus. Uitstekende reactie van die doelman van FC Os. Druif. En de invaller, El Hasnaoui. Met de solo. El Hasnaoui, nog altijd. En nu, 2 man bij hem. En wat doet hij? Hij verliest de bal aan Van der Venne. En dus geen 0-2 voor Jong AZ. Kramer, die kwam voor Ricardo van Rijn. Die na 70 minuten mocht vertrekken. Dan is dit Druif. Druif, niet bij Jacobs. En dan de herkansing voor Freddy Druif. Daar Jacobs, Druif en uitstekend afgemaakt in de korte hoek met links. Het is de 76e minuut en dan komt Jong AZ op 0-2. En dan verliest Os voor het eerst in deze competitie. Want de promovendus uit Alkmaar is beter dan de medekoploper uit Os. En zo wint Jong AZ met 0-2 van FC Os. En zo eindigt de wedstrijd in het teleurstellende 0-2.